Excuse me, could you take a picture for me? Dinsdag 4 uur, dat betekent een nieuwe gierige video op je beeldscherm. Je kijkt naar... Madrid. Madrid, inderdaad, want wij zijn hier voor de UEFA Champions League finale. Met onze winnaar. Hey! Want wij hebben natuurlijk een winactie gehad. Jullie konden 2 kaarten winnen voor de UEFA Champions League finale. En Mark de Wit is uiteindelijk de winnaar geworden. En hij mocht mee. Want jullie zijn vrienden met elkaar. Hey, precies. Ik denk dat dit het pijnlijke moment wordt waar wij de kaarten moeten gaan afstaan. Ja. Even jongens. Dankjewel hoor. Hey, je doet helemaal geen pijn. Nee. Oh, jongens, jullie mogen lekker naar het stadion. Wij gaan gezellig vanaf het pleintje toekijken. Maar ja, met cerveza. Met cerveza, nu we toch in Madrid zijn. Laten wij een paar streekjes uithalen. Ja, hè? Even kijken of een paar Madrilenen een gierig oortje kunnen aannaaien. Zeg je gierig gast in het Spaans? Caracalla coños. Te caño hermanos. Ja, denk ik. De dag na de wedstrijd, wat hebben die mooi meegemaakt. Ja, maar echt. Het was echt fucking vet. Nee, wij hebben ons compleet misdragen hier in Madrid. Ja, maar kom op. Nee, we moeten warm barren. En nu zijn we super brak. Tikkeltje brak. Maar dat maakt niet uit, want het is nu gewoon lekker tijd om uit te brakken. Ja, en waar doe je dat nou? Bij de McDonald's. Dus waar gaan we heen? De McDonald's. Precies. Oh, moeten we lopen? Okay, je hebt tegenwoordig bij McDonald's in Nederland ook van die table services. En daar kun je dus wel een heel leuk trucje mee uithalen. Hebben ze dat hier? Nee, ze hebben hier geen table service. Geen table service? Nee, niet als in Nederland. Dus, wat gaan we doen? We gaan een ander tentje vinden die dat wel heeft. Okay, nou. Okay, we hebben een tentje gevonden. Ja. Wat is nou het idee? Je krijgt een tafelnummer bij je bestelling. Die zet je op je tafel en dan weten ze waar ze moeten zijn. Wat wij gaan doen, we hebben een wisseltruc. Ik leid ze wel af. Ja. Wissel jij de nummers. Ja. En dan krijgen wij hun bestelling. Lekker bezig. Ja man. Smart ass. All in the head. Okay, ik ben net boven geweest, Dildo. En boven hebben ze dus echt heel veel van die bordjes op tafel. Ja? Ja, dus we moeten even naar boven. Oké. Okay. Er zit daar één guy in zijn eentje bij het raam. Ik leid hem af. Hij zat daar de andere kant op kijken en jij doet de switch. Excuse me, could you take a picture for me? Thank you. Nou, dat ging best soepel. Heel soepel. Well done. Lekker gedaan. Hij had echt niks door. Hij had niks door, nee. We zijn nog steeds geduldig op zijn eten, dat hij niet gaat komen. Die grootste. Maar wij gaan het zo meteen krijgen. Oh, ik zie daar iemand aankomen. Is dit goed? Ja. Is only one? Ja, gracias. Alleen dit? Alleen dit. Dank je. Gracias. Dit is best wel ziek. Heel lullig voor die vuizen. Maar nee, hij heeft een bonnetje. Hij gaat sowieso zijn eten krijgen. Maar jammer dat hij geen drankje heeft besteld. Ik heb best dorst. Een hele droge bek. Maar oké, okay, we doen het hier maar mee. We doen het er maar mee. Even te genieten. Doe alsof je het lekker vindt. Zal ik zien. Dit is de beste Gaasburg die ik een tijd heb gegeten. Neem een hap. Ik wil het met je delen. Ik gun hem jou, man. Ik wil het met je delen. Nee, fuck lief, maar ik gun hem jou, man. Niet voor jou. Nee, het is voor jou. Nee, het is voor jou. Alsjeblieft.
Makkelijk lekker. Het is echt niet te vreten, hè? Maar goed, dus even nog één keer de duidelijkheid. De jongen krijgt gewoon zijn burger, want hij heeft gewoon een bonnetje. Ja. En wij hebben gratis burger en frietjes. Dus ja. Lifehack. Lifehack. Kijk, de politie is meteen gebeld. Er is hier eten gejat, jongens. Er is hier eten gejat. Ik weet niet of de politie daadwerkelijk voor ons is gekomen. Waarschijnlijk niet. Nee. Zo onschuldig is het natuurlijk ook weer wel. Inderdaad. Maar goed, we hebben toch een gratis burgertje ja, gescoord. Ja, en wat voor burger? Ja, het is wel echt de lekkerste ooit, inderdaad. Dat is echt niet tevreden. Teringsmerig. Maar goed, het is gelukt dus voor alle kijkers thuis. Zo fix je dat dus. Ja, maar doe het vooral niet na. Nee, oh ja, dat is wel belangrijk ja, dat we dat vermelden in onze video's. Vermelden, ja. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er gewoon weer bij met een gierige video. Ja, en je weet het, altijd eventjes in de comments laten weten wat je wil. En wie weet, kunnen we je helpen? Wellicht. Tot volgende week. Later. Tabé. Ah, ik zag hem aankomen.